me ook niet heel emotioneel of zo. Dus ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb wel een tijdje kunnen wennen aan het idee. Zeg maar, deze wedstrijdweek duurde een maand. Dus nee, ik was er helemaal klaar voor. Ik had wel gewoon spanning, maar meer gewoon dat ik goed wil doen voor het team. Zoveel gewonnen, zoveel races, zoveel interviews. Wat zou je nu nog willen zeggen? Nou ja, ik ben heel erg dankbaar voor iedereen die in mijn team zat, zeg maar, over al die jaren heen. Die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt. En ja, ik heb heel erg genoten van het avontuur. Ik ben heel blij dat ik de rust voel om afscheid te nemen. Ik was altijd wel bang dat ik dat niet zou kunnen. En iedereen zei al tegen me, ja, maar je voelt het wel wanneer het klaar is. En dat vond ik moeilijk. Daar vertrouwde ik mezelf niet helemaal in. Maar op het moment, dat kwam toch en ik ben heel blij dat ik die rust voel. Ja. Waar ben je het meeste trots op? Ik denk dat het feit dat ik altijd ben blijven kijken naar de verbetering. Niet alleen in het zwemmen, maar ook in mezelf. En dat ik zeg maar het zwemmen heb kunnen gebruiken als mijn opleiding, zoals ik al vaak heb gezegd. En daar ben ik trots op. Ga je het missen? Ja, tuurlijk. Ik ga missen de adrenaline voor het racen. Dat je echt sterk voelt in het water. Dat je mensen voorbij kan zwemmen. Dat het heel spannend voor je is, maar dat je toch heel goed zwemt. Dat ga ik allemaal missen. Ik ga de stress niet missen. En trainen misschien een klein beetje. Hè? Want het is gek dat je niet meer deel uitmaakt van een bepaald team. Dus dat zal eventjes wennen zijn. Maar ik heb wel vertrouwen in. Ik ben nieuwsgierig. Leergierig, dus komt wel goed, denk ik. Hoe gaat je nieuwe leven eruit zien? Waar heb je altijd aan gedacht wat je zou willen doen? Nou, ik ga eerst een paar maanden echt goed uitrusten, want het is een heel bewogen jaar geweest. Dus daar moet ik van bij komen. En ik zou het heel tof vinden om in de coaching iets te doen. Dus niet per se langs de badrand, want ik wil wel echt even een beetje afstand van het water. Maar ja, coaching op het gebied van mentaal vlak, en dat zou ik heel tof vinden. Ja.